Ja, dag lieve kijkers van Haag Media. Vandaag ga ik weer op pad naar een partij in de gemeente Den Haag. Ditmaal Groep De Mos, dat is een interessante partij. En kijk eens aan, ik kom bij het hoofdkwartier. Daar is de kapitein van het schip, Richard De Mos. Hallo. Ja, Richard, jij wil veel dingen veranderen in Den Haag. Een van die punten dat ik interessant vond, het uitgaansleven van jongeren een boost geven. Hoe zie je dat voor je? Ja, zeker. Het is natuurlijk uitgaans in Den Haag is natuurlijk hetzelfde als met de kippen op stok gaan. Alles gaat vroeg dicht, je mag niks. Hele strenge geluidsnormen waar de gemeente op handhaaft. Ja, ook geen ruime openingstijden. Dus als je hier uit wil in Den Haag, is dat gewoon heel erg moeilijk. En Den Haag is een hele mooie stad met het strand in de zomer. Dat kan echt een uitgaanswalhalla worden voor jongeren. Ja, en dat moet het ook gewoon worden in onze optiek. We willen meer studenten, we willen meer toeristen. En dan moet je ook zorgen dat je s'avonds wat vertier hebt. Lekker biertje doen met z'n allen. Lekker jongeren. Biertje doen en ook een beetje de dance events bevorderen. Dat we af en toe ook met de voetjes van de vloer kunnen gaan. Dat is een goede zaak. Nou, we zijn sinds kort begonnen met vloggen bij Haag Media. En we hebben een paar trouwe fans. Een van die fans vroeg zich af bij Groep De Mos. Wat wil je doen bij betaald parkeren bij sportclubs? Ja, we zijn helemaal niet zo'n fan van betaald parkeren over het algemeen. We vinden het helemaal geen oplossing van de parkeerdruk. Maar ja, bij sportclubs is het natuurlijk ridicuul. We willen mensen aan het sporten helpen, we willen vrijwilligers hebben. En die vrijwilligers die mogen een hele dag achter de bar staan en aan het eind van de rit mogen ze ook nog betaald parkeren. Onzin, dus zeker bij sportclubs snel daarmee stoppen. Dan nog een kleine voorspelling. Bij hoeveel zetels is deze missie geslaagd? Nou ja, we hebben gezegd, we willen de grootste partij van Den Haag worden. D66 is dat nu met 8. Nou, laten we die linkse lente voorkomen. En laten we ervoor zorgen dat Groep De Mos de grootste partij wordt. En dat we gaan formeren en dat we gaan besturen. Dan is de missie helemaal compleet. Nou, succes man. We houden je in de gaten. En jullie bedankt voor het komen.